Welkom bij Escape Room Designer. We zijn een bouwbedrijf gespecialiseerd in het maken van escape rooms. En vandaag zijn we hier in Delft en hebben we een speciaal concept. Het is namelijk de Hotel Escape Room. En we maken van een hotelkamer een escape room. Dus ja, ben je nieuwsgierig, dan laat ik je het een en ander even zien. Ga maar mee. Dus, dit is de speelkoffer. Deze wordt in de hotelkamer geplaatst. En het is wel de basis van het hele spel, maar ook de badkamer en andere objecten doen natuurlijk ook mee. En ik geef je een klein beetje een rondleiding. Zo, start is het spel. Je ziet nu dat de tijd afloopt. En dit is al de eerste game. Dus dit is een memory game, dus je moet dingetjes onthouden. Oh, niet goed. En dat is echt al heel moeilijk om alleen te spelen, maar ik ga het toch proberen. Deze? Ja. Yeah. Moet ik zeggen dat ik al een beetje geoefend ben. En er zit hier een camera. Nu zit ik hier en dan moet je eigenlijk natuurlijk met z'n vieren spelen. Dus, Hey. Komt hier een aanwijzing. Dus kijk in de kast, zegt het. En hier zit dan een game in met mokken. Dus als je mokken in de goede volgorde zet, dan komt er 409. Hey, er gaat iets bewegen. En er is een laadje open gegaan. Als ik hier op druk, dan gaan die dingetjes ronddraaien. Het lijkt wel of je moet proberen hem hierin te krijgen. Hey, gaat er een laadje open. Dit is een kaartje. En er zit een hartje op en een soort dingetje in dit. Hé, hey, dat zie ik hier terug. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 2, 3, 4. Hé, even proberen. Hé. Hey. Twee instrumentjes. Ik zie hier een laadje, wat zou daarin zitten? Ik zie hier een notenbalk. Hey! Ik zie opeens dat de deur is open gegaan van de badkamer. Hier in de badkamer vinden ze ook weer een game. Zie je dat? Dan opeens ontstaat hier dan een code. Nou, mooi. Dus die kan ik hier misschien wel invoeren. Nou, hier hebben we drie groene balletjes.
En de tijd is gestopt, dus we hebben hem misschien al gehaald. Oké. Hey, kijk, zie je dat op de muur? Dat is een code, dus voor het Tetris spel. Dus die zo laat vallen, dan ontstaat daar een code. Oké, nou, ik hoop dat je een beetje indruk hebt gekregen van de hotel escape room. Ben je geïnteresseerd, nou, stuur ons even een mailtje of kom even langs bij ons Experience and Creation Center. Hier in Feyenoord. Oké.